We lezen deze morgen, gemeente, uit Handelingen 2 opnieuw. Gisteren hebben we gelezen vers 14 tot 21. Het eerste deel van de preek van Petrus. Een tekstcitaat uit Joël 2. En we lezen nu de reactie op zijn preek. Vers 37 tot 41. Dus de reactie op de preek van Petrus. En als ze dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen we doen, mannen, broeders? En Petrus zeide tot hen: bekeert u. En in iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende: wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt en er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. Tot zover de lezing uit Gods woord. En als thema onder deze tekstversen schrijven we de reactie op Petrus' preek. De reactie op Petrus' preek. 3 punten, die kunt u terugvinden in de eerste 2 versen. Want daar beperken we ons deze morgen toe. De reactie op Petrus' preek, Handelingen 2, vers 37 en 38. En het eerste punt vindt u in vers 37. En dat is verslagen. En als ze dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. Het tweede punt is bekering en vergeving der zonden. En u vindt dat in vers 38. Petrus zeide tot hen: bekeert u en in iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En het derde punt is de gave van de Heilige Geest. Want Petrus die zegt daarna: en gij zult de gaven des Heiligen Geestes ontvangen. De reactie op Petrus' spreek: verslagen, bekering en vergeving der zonden, de gaven van de Heilige Geest. De reactie op Petrus' spreek: verslagen, bekering en vergeving der zonden en de gaven van de Heilige Geest. Allereerst ons eerste punt: verslagen. Kinderen, jongeren, ga je in gedachten mee daar in Jeruzalem? Daar staat Petrus. En kom eens mee in gedachten om daar te kijken. Petrus heeft gepreekt. En wij hoorden gisteren dat zijn preek uit 3 punten bestaat. Petrus heeft 3 punten uit het Oude Testament. En het eerste punt was Joël. En het tweede punt was Psalm 16. En het derde punt was Psalm 110. En hij past dat toe. Hoe komt Petrus daaraan? Door de Heilige Geest. Hoe kan een eenvoudige visser zo preken? Door de Heilige Geest. En we zagen al dat Petrus, dat het niet in Petrus zit, maar dat het in het woord zit. En Petrus past dat woord toe. En als je dan zo die preek van Petrus hebt gelezen en gehoord, ja, dan bekruipt je toch het gevoel: hoe komt het nou dat die mensen verslagen raken? En u heeft dat vast al veel vaker gehoord, maar in de grondtaal staat: doorstoken raken in hun hart. Het raakt ze heel diep. Hoe komt dat nou?
Nou, iets waar ik eerder eigenlijk nooit zo oog voor had, werd me in de voorbereiding duidelijk. En dat haakt eigenlijk aan bij vers 21. Het laatste vers van gisteren. En als je dat vergelijkt met de tekst van Joël. Want in het Nederlands klinkt het hetzelfde, maar in de grondtaal is er een groot verschil. Laten we eerst eens naar Joël luisteren. En het zal geschieden al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. Al wie de naam des Heren zal aanroepen. En daar zie je, als je dat in Joël bekijkt, dat dat met allemaal hoofdletters staat. Dat is de verbondsgod. En Petrus is aan het preken. En geleid door de Heilige Geest neemt Petrus de woorden van Joël op, die oude profetie, 600 jaar oude profetie. En wat doet Petrus? Oh, in het Nederlands klinkt het hetzelfde. Dat hebben we gisteren gehoord. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Maar kijkt u eens in uw Bijbel, dat staat met één hoofdletter en de rest kleine letters, toch? In het hele Nieuwe Testament komt u niet één keer meer de naam Heren met allemaal hoofdletters tegen. Waarom is dat? En wat gebeurt hier? Nou, de naam Heren met allemaal hoofdletters, dat is de naam van de verbondsgod. Ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is God in het Nieuwe Testament. Maar Heren, dat is het woord kurios, eigenaar. Toegekend aan de Heer Jezus. En wat hier dus gebeurt, is dat Petrus die oude tekst uit Joël opneemt. En hij zegt, al wie de naam des Heren van de verbondsgod. Maar hij vervangt dat woord door de kurios. Al wie Christus zal aanroepen, zal zalig worden. Oh, en dan gaat Petrus verder preken. En dan komt hij, kijkt u maar mee, in vers 34. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Oh, en dan komt hij in vers 36. Zo weet het dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een Heere, tot een kurios en Christus gemaakt heeft. Wie? Deze Jezus die gij gekruist hebt. En ineens gaan die mensen het zien. De verbondsgod van wel eer is ons geopenbaard in Jezus. Is tot ons gekomen in Christus. En wij hebben hem gedood. Voel je dat? Die mensen die horen Petrus spreken. En tot hun verbijstering horen ze dat de verbondsgod van wel eer, die zich openbaarde aan Abraham, aan Isaac, aan Jacob, aan David. En geopenbaard is in Christus. Zo weten dan zekerlijk, zegt Petrus, dat is de slotconclusie van zijn preek. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, u allemaal, dat God hem tot een Heere, tot een kurios gemaakt heeft.
de eigenaar van alles. En tot een Christus, tot een gezalfde. En wat hier gebeurt met Pinksterdag, de uitstorting van de geest, dat komt door hem die is opgestaan uit de dood, Psalm 16. En dat is hij die ten hemel gevaren is, Psalm 110. En die Christus, die Heere, die heeft u gedood. En de vloer zakt onder die mensen uit. De enige weg tot behoud was dus in deze Christus. Van God geopenbaard en geschonken. En we hebben hem gedood. Die gij gekruist hebt, een vloekdood hebt doen ondergaan. De enige weg tot behoud. Afgesneden. Heb je zelf gedaan. Zegt Petrus. Kijk, dan raken die mensen doorstoken in hun hart. En iets ervan, gemeente, gaat nog steeds zo. Iets daarvan. God gaat dit je laten zien. Ik heb zelf de weg afgesneden. Dezelfde oorzaak. Denk nog even aan dat gedicht van Revius. Dat we met de paasdagen hebben geciteerd. Met Goede Vrijdag en de paasdagen. Tenzij de Joden niet door Jezus die u kruiste. En dat gaat zomaar door. Nog die u geslagen hebben in het gezicht. Nog die versmadelijk u spogen. Die waren niet de oorzaak. Ik ben het die u dit heb gedaan. Mijn zonde bracht de Christus aan het kruis. O, wat een verdriet. Wat een verslagenheid. En je wordt doorstoken in je hart. Zelfde weg afgesneden. Al wie de naam des Heren van Yahweh zal aanroepen, zegt Joël. En Peter zegt, al wie de naam van de Heere met kleine letters zal aanroepen. Van de Kyrios zal aanroepen. Ieder die tot Christus gaat, zal zalig worden. Maar die Christus hebben ze gekruist. Doorstoken in hun hart. En dan zie je, gemeente, hoe een mens tot bekering komt. Hier zie je zo helder het werk van de Heilige Geest. En dat gaat nog net zo. Johannes 16. De Heer Jezus heeft het gezegd in de opperzaal. En in de voorbereiding heb ik gedacht, dat moet toch een vreugde geweest zijn voor die discipelen. Wat de Heer Jezus had gezegd, zie ze voor hun ogen gebeuren. Wat doet de Heilige Geest? Hij overtuigt van drie dingen. Oh, hij gaat ook nog meer doen, zullen we vanmorgen horen als de Heer het geeft. Maar hij overtuigt van zonde. Waarvan? Welke zonde? En dat gaat nog steeds zo, ook in 2024. Welke zonde gaat de Heilige Geest hiervan overtuigen? Doorgaans onder de verkondiging, hier en nu, in de werkplaats van de Heilige Geest, overtuigt u van welke zonde vooral? Dat ik niet in Christus heb geloofd. Dat ze in mij niet geloven, zegt de Heer Jezus. Hij overtuigt van de gerechtigheid en dan volgt er ook om dat. Die gerechtigheid, die werkelijke gerechtigheid, volledig voldoen aan Gods recht, die ik heb aangebracht. En hoe is dat zichtbaar geworden? Omdat ik ben heen gegaan tot mijn Vader. En je zult me niet meer zien. Christus heeft aan Gods recht voldaan, u, jij en ik nooit. En die gerechtigheid van Christus om je heen. Dan ben je veilig. En de geest gaat overtuigen. Van die gerechtigheid. Van zonde dat je in hem niet geloofd hebt. En van gerechtigheid die hij heeft aangebracht. En die zichtbaar wordt in zijn hemelvaart. Ook al in zijn opstanding, meer nog in zijn hemelvaart. Want die gerechtigheid was zodanig. Dat hij daarmee de hemel in kon, eenvoudig gezegd. En de geest gaat overtuigen van oordeel. Als je niet in Christus gelooft, zul je geoordeeld worden. Er is meer, maar vooral dat. En je ziet hier dat werk van de geest op die Pinkstermorgen. Die geest die aan het overtuigen is van zonde, van gerechtigheid,
en van oordeel. Blijft het daarbij? Ze werden verslagen in het hart. Doorstoken in het hart. Zelf de weg afgesneden. Hem gekruist die God zond als redding. En dat gaat nog zo. Eigen schuld. Onmogelijk dat God mij nog kan redden. Op ieder op een andere manier. Maar hij brengt je er bij. Blijft het daarbij? Nee. Nee. Waar de geest aan het werk is, gemeente, blijft het niet bij overtuiging van zonde. Want met overtuiging van zonde word je niet zalig. Waar de geest aan het werk is, daar ga je roepen. Beter gezegd, aanroepen. En ik zei er gisteren al iets van, maar ik wil dat nog iets verder uitwerken. Dat in Joël vind je die twee woorden zo mooi bij elkaar. En dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. Dat is dan een Grieks woord. Voor het roepen van God. Dat is het nodige tot zijn heil in Christus. En die roep gaat uit onder de verkondiging. In Christus is je heil, je redding, je behoud. En dan komt de geest en die plant het in je hart. En dan komt er een aanroepen. Altijd een reactie op het heerlijk roepen van de Heere. En wat bij Joël nog in één tekst zit. En het zal geschieden. Al wie de naam des Heeren zal aanroepen. En dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. Het roepen van de Heere zorgt voor een aanroepen van de Heere. Dat zie je in de preek van Petrus op twee plekken terugkomen. In vers 39 het laatste stukje. Zovele als er de Heere onze God toe roepen zal. Zovele als er de Heere onze God toe roepen zal. En dat doet hij onder de verkondiging. Roept hij u, jou. Door zijn woord. En op zijn tijd past hij toe. Door de geest. En dan wordt die uitwendige roep ook een inwendige roep. Zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal. En in vers 21, tekstvers van gisteren, daar zie je het. En ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Het roepen van God leidt tot het aanroepen van hem. Dat doet ook denken aan Jesaja 55. Zie, gij zult een volk roepen dat gij niet kendet. En het volk dat u niet kende zal tot u lopen. En dan klinkt het een vers verder. Zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Gij zult een volk roepen dat gij niet kende. En dat volk wordt opgeroepen om te gaan roepen. En toen dacht ik, nou dan vind ik dat in de Griekse vertaling waarschijnlijk hetzelfde. Precies ook die Griekse woorden, dat God roept en dat de mens er gaat aanroepen. Maar tot mijn verwondering trof ik twee keer hetzelfde woord. En dan zie je dat de Septuagint-vertalers, die hebben iets met deze tekst van Jesaja gedaan, moet u horen. Hoe troostrijk. Want er stond, het volk dat u niet dat gij niet kende, Heere. Christus kende de heidenen niet, staat er in Jesaja. En dan zal ze gaan roepen. Maar de Septuagint-schrijvers hebben het zo mooi vertaald. De volken die u niet hebben gekend, zullen u aanroepen. En de volken die u niet kennen, zullen tot u vluchten.
Wat een heerlijkheid. Wij heidenen kenden hem niet. En we zullen hem aanroepen. En dan dat zesde vers. Roept hem aan. Terwijl hij nabij komt. De volken die u niet hebben gekend, zullen u gaan aanroepen. En wanneer moet je dat nou doen? Hem aanroepen? Vanuit Jesaja? Als hij nabij komt, als hij dichtbij is. Nou, hoe dichtbij wil je God hebben? Hoe dichtbij wil je de Heer Jezus Christus hebben? Hij gaat door de rijen heen. Je ziet hem niet, jongere kinderen. Je ziet de Heer Jezus niet, hij is er toch. Hij is onder deze dienst, onder zijn woord. Waar zijn woord klinkt, gaat de Heer Jezus door de kerk. En met eerbied gesproken neigt hij zijn oor. Hij neigt zijn oor tot voor je mond, zou je kunnen zeggen. En hij luistert. Hij luistert of hij in Achterberg Rhenen nog een roepen gaat horen. De Heer Jezus komt met zijn oor tot bijna voor je mond. Hij zendt zijn woord. Hij is onder het woord. Zo dichtbij. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Roept hem aan terwijl hij dichtbij komt. Mag je ook vertalen. En hij komt zo dichtbij. Kinderen, de Heer Jezus heeft zijn oor tot bij je mond. Hij luistert of u roept. En wie gaan er nou roepen? Oh, deze mensen hier gingen me aanroepen. Wie gaan er roepen? Ik zei daar net al iets van. Het is goed om dat te onderscheiden. Uitwendig komt het woord tot u allemaal. Allemaal hoor je het. En het is zo dichtbij. Maar er is nog één ding extra nodig. En dat is het werk van de Geest. En de Geest die zorgt dat wat uitwendig is, inwendig wordt. En ik weet, daar moet je voorzichtig mee zijn. Want nu kunt u denken, oh, dus uiteindelijk komt het aan op het werk van de Geest en het woord is eigenlijk, nee. Nee, dat woord is zo krachtig en het komt zo dichtbij en Christus is in het woord. En alleen dat werk van de Geest, en daarom bidden wij elke dienst om de bediening van Gods Geest. Want het woord gaat uit en als de Geest er dan bij komt, gemeente, oh, dan gaat het leven in je hart. Zo dichtbij, maar altijd woord en geest. Niet uit elkaar halen, bij elkaar houden. En dan ga je ineens Psalm 51 vers 10 verstaan. Doe mij vreugde en blijdschap horen. Er staat een prachtige kanttekening bij. Door mij te verzekeren, hoe kun je nu vreugde en blijdschap horen onder de preek? Door mij te verzekeren van de vergeving van mijn zonden, inwendiglijk door uw Heilige Geest en uitwendiglijk door de dienst uw profeten. Uitgelegd, vertaald. Uitwendig komt het woord tot u allemaal. Iedereen hoort het. Maar waarom bekeert niet iedereen zich in Achterberg? Hoe komt dat nou? Dat elke zondag het woord uitgaat en er nog steeds mensen onbekeerd zijn. Je hebt die inwendige stem nodig van de Geest. En nu hoor ik iemand denken, oh, dan kan ik er dus niks aan doen. Dan kan ik er dus niks aan doen, dat is het Gods werk. Dat is ook Gods werk. Maar denk nog even terug aan het voorbeeld van gisteren. Die mensen op dat zeiljacht. Zeiden die, ja, we weten wel dat we verdrinken. Maar ja, we moeten maar afwachten of we gered worden. Daar kunnen we ook niks aan doen. Deden ze dat? Kinderen, weet je het nog gisteren?
Deden die mensen op dezelfde dag dat zeiden? Nou ja, daar kunnen we ook niks aan doen. Nee, dat deden ze niet. Ze zonden noodsignaal. Save our souls, red onze zielen. Een mens in nood, ik ga het niet meer redeneren, heeft geen uitvluchten meer. Oh, maakt niet uit, heren, maar ik moet gered worden. Nee, dan kom je niet meer met de uitverkiezing. En dan kom je niet meer met weet ik wat. Maar dan ga je roepen. Een drenkeling die kan zwemmen in het water. En je werpt hem die reddingsboei toe. Gaat hij eerst nog langdurig redeneren of die boei wel voor hem zal zijn. En hoe dat dan toch allemaal moet. Nee, die grijpt die boei aan. Want die weet als ik hem niet aangrijp, ga ik verloren. Maar Christus komt in het woord tot je. En je laat hem weer voorbij gaan. Totdat de geest komt. En je ziet ineens een andere werkelijkheid. Je ziet hier de ramen zijn helder. Ze zijn netjes schoongemaakt. De ramen zijn helder. Maar het werk van de Heilige Geest zou je ook nog zo kunnen schetsen, gemeentekinderen. Het werk van de Heilige Geest. Stel, het is hier dubbel glas, dus het zal niet gauw gebeuren. Maar stel dat alle ramen beslagen zouden zijn. Dan kan je eigenlijk niks meer zien hier buiten. Heel vaak zie je misschien nog wat contouren. Maar verder zie je niks meer. Een ruit die beslagen is. En dan komt dat werk van de Heilige Geest. Wat doet de Heilige Geest? Die wist in één keer die ruit schoon. En je ziet wat erachter is. Dat is bekering. Dat is tot leven komen. Dat is een realiteit gewaar worden. Een werkelijkheid gewaar worden. Die er altijd was, maar die je nooit zag. Doe me vreugde en blijdschap horen. O Heere, hoe moet dat nou? Zelf heb ik het volledig verzondigd. We hebben uw zoon gekruist, die mensen daar bij Petrus. En dan wordt, dat is ook zo bijzonder gemeente, Zacharia 12 vers 10. Daar staat een profetie, toch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Het blijft niet bij die overtuiging van zonde, maar de geest die gaat je leren bidden. En die gaat je laten zien dat God genadig is. De God der genade, of de geest der genade en der gebeden, wat wil dat zeggen? Die geest die in zijn huis is en die uitgaat, door de rijen doorgaat en ook in de harten komt op Gods tijd. Wat doet die geest? Die gaat je laten zien dat God genadig is. En zo'n God die genadig is, daar durf je te bidden. En zo wordt dus waarheid, want we gaan naar ons tweede punt. Bekering en vergeving der zonde. Want ze worden verslagen in het hart en ze zeggen tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, mannenbroeders? Nou, wat zegt Petrus? Petrus die ziet dat het woord hen getroffen heeft. Is raak. Zegt Petrus. Nou, wat hij niet zegt is het volgende. Weten jullie wel of je uitverkoren bent? Zegt Petrus niet. Dat hebben wij dus ook niet te zeggen. Wat zegt Petrus nog meer niet? Wat moeten wij doen, mannen, broeders, vragen ze. Petrus zegt ook niet. Oh, maar je hoeft niets te doen. Jezus heeft alles voldaan. Hij is ook voor jullie aan het kruis gestorven. Waar tobben jullie over? Dat zegt Petrus niet. Wat zegt hij wel? Petrus, niet te hard door Petrus.
Die mensen zijn verslagen. Zachte heelmeesters. Stinkende wonden. Wat doet Petrus? Wat heeft de Heer Jezus gezegd? De Heer Jezus zegt zelf: het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Wat zegt Petrus? En Petrus zeide tot hen, en het woord klinkt vanmorgen tot ons allen. Of u nu iets van je schuld ziet of niet, of u daarover in de war zit of niet. Bekeert u. Wat is bekering? Wat is bekering? Want dat klinkt vanmorgen tegen u, tegen jouw kinderen, jongeren en tegen mij ook. Bekeert u? Ja, maar hoe moet dat? Wat is dat? We hebben heel veel gehoord, bekering. Maar wat is dat nou eigenlijk? Nou, als je naar het Oude Testament kijkt, is bekering omkeer. Ook letterlijk zou je kunnen zeggen, omkeer. Je mag ook zeggen, terug. Keer. Bekering is dat je nu verkeerd gaat en terug moet. Waar naar terug? Naar God terug. Genesis 3, bij God vandaan. En bekering is omkeren. Kunnen de kinderen onthouden? Bekering, dat is omkeren. Je loopt bij de Heere vandaan en bekering is omkeren terug naar de Heere. Maar het Nieuwe Testament is het nog meer uitgewerkt. Wat is bekering? Dat is het woord metanoia. Het bestaat uit twee stukjes. Metanoia. Meta is verandering van. Noia, nous, dat is geest. Verandering van denken. Verandering van willen. Verandering van bedoelen. Maar alleen al verandering van de geest. Metanoia. Bekering is verandering van mijn denken. Petrus zegt, bekeert u. Verander je denken. Je denken waarover? Je denken over God en over jezelf. Bekering is verandering van je geest, verandering van je denken, verandering van je willen, verandering van je bedoelen. En dat strekt dus ook uit over heel je leven. Maar alleen dat woordje, metanoia, verandering van mijn geest, verandering van mijn denken, verandering van mijn denken over God en over mezelf. Weet je waar je dat heel goed ziet? Bekering, Lucas 15. Zie je die jonge kinderen, je ziet hem op de boerderij bij zijn vader. Er zijn hier ook veel boerderijen. En die jongen die werkt op de boerderij bij zijn vader. En hij vond het verschrikkelijk. Want hij mocht helemaal niks. Hij had zo slecht bij zijn vader, joh. Hij dacht, wegwezen hier. En hij zegt, pa, geef mij maar het stuk van de erfenis wat mij toebehoort. Zijn oudste broer kreeg natuurlijk het dubbele deel. Maar hij was de jongste. Dus hij vroeg dat dat deel wat van hem was. En hij maakte te gelden, hij zet het om in euro's en hij gaat weg. Weg bij die boerderij waar hij helemaal niks mag. En hij gaat feesten. En als je veel geld hebt, heb je ook veel vrienden en die had hij ook. Maar na verloop van tijd was geld op, vrienden weg. En dan staat er dat aangrijpende woord, gemeente. Jongeren. En tot zichzelf gekomen zijnde. En dan zie je iets van die tekst van Zacharia 12, vers 10. De geest der genade en der gebeden. Want wat gaat die jongen zien? Wanneer gaat een mens in Achterberg zich bekeren? Als je gaat zien wie God werkelijk is.
Hij had zulke slechte gedachten van God. En die jongen die dacht dat hij zo slecht had op de boerderij. En die jongen die gaat zien. Wat had ik het goed bij mijn vader. Maar ik heb het helemaal verprutst. Ik kan niet meer terug. Ja, misschien. Misschien nog als een dienstknecht. Misschien. Maar dat eerste. Wie is mijn vader? Ja, en dan ook in dat licht, wie ben ik? Alles verzondigd. De hele erfenis er doorgebracht. Met hoeren doorgebracht. Dat ben ik. Zie je, dat is bekering. Zo'n ander idee over zijn vader. Oh, toen had ik het zo goed. En ik heb alles er doorgebracht. En dat blijft natuurlijk niet. Waarachtige bekering blijft niet bij redeneren en constateren. En hij stond op. En ging naar zijn vader. En die vader is Christus. Verandering van zijn gedachten over God en over zichzelf. Dat is bekering. Petrus zegt tegen deze mensen. Verander van gedachten. En met name wel de gedachten die je had over Christus. En als dat gaat gebeuren, gemeente. Oh, het is goed om al die dingen bij elkaar te houden. En ze niet uit elkaar te houden. Als een ziel tot leven komt. Door geloof aan Christus wordt verbonden. Dat is het begin van de wedergeboorte. Dat is het begin van de bekering. Daar is de rechtvaardiging. Allemaal bij elkaar houden. Niet uit elkaar halen. Het is of dood of leven. Of in de duisternis of in het licht. Of onwedergeboren of wedergeboren. Daar zit niks tussen. Ja, maar. Ja, ik weet wel. In je beleving. Kun je dat misschien in de tijd nog wat uit elkaar zetten. Maar Gods werk is op één moment. En in Christus heb je op één moment alles. Het is of tot hem gevlucht. En je volledig aan hem toevertrouwd. Of je vertrouwt nog op iets van jezelf. Je houdt nog iets achter. Petrus zegt, bekeert u. En in die bekering wordt zichtbaar hoe je over, heel eenvoudig gezegd gemeente, in die bekering wordt zichtbaar hoe je over Jezus denkt. Dat is echt ook een verandering van gedachten, verandering van je noes. Want eerst zei de Heer Jezus je niet zoveel. Heb je misschien wel afgevraagd. Waarom moet het in de preek altijd over de Heer Jezus gaan? Ik heb me dat wel eens afgevraagd. Maar dan ga je het verstaan. Alles draait om hem. Want in hem alleen is redding. En in die bekering, die omwending, die terugkeer tot God, waar alles in begrepen is, daar zit ook de vergeving der zonden in. Daar zit je rechtvaardiging in. En daarom zegt Petrus, daar hoort de doop bij. Die zichtbaar maakt wat onzichtbaar is gebeurd. En in ieder van u wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. In de waarachtige bekering ontvang je vergeving der zonden.
zichtbaar gemaakt in de doop. Zoals het ook zichtbaar is in de doop, die onzichtbare werkelijkheid, dat een vuile ziel, waar allemaal zonden aan zitten, die krijg je maar op één manier schoon. Zie je dat, kinderen? Een ziel voor je, met allemaal zonden erop. Zwart van de zonde. Hoe krijg je die ziel nou wit, schoon, rein? Met iets waar je niet verwacht. Wat is het middel om een ziel schoon te maken van zonde? De Heer Jezus zegt het tegen Nicodemus. Goed luisteren wat hij zegt. Wedergeboorte is een geboorte uit water en geest. Dus je ziet de ziel en die moet schoonmaken met water en geest. En het water wijst op het bloed, toegepast door de geest. Zie je zo'n ziel, Irene Achterberg, helemaal vuil van de zonde? Hoe krijg je zo'n ziel schoon? Bloed van Christus erop gedruppeld. Oh, en één druppel is al genoeg. En je ziet heel die ziel schoon worden. Helemaal wit, helemaal rein. Zo wit als sneeuw. Tot vergeving der zonde. In de bekering ontvang je vergeving der zonde. En de doop laat het zien, die onzichtbare werkelijkheid. Dat je ziel schoon is, helemaal schoon. Bekeert u. En in die bekering, die waarachtige bekering is, vergeving der zonde. En daar hoort de doop bij. De doop wijst daarop. Bekering. Oh, die eerste bekering waar ik het net over had. Dood, leven. Duisternis, licht. Die eerste bekering, die levendmaking, die rechtvaardiging. Dat begin van de wedergeboorte. Je zou kunnen zeggen het begin van de bekering. Want Petrus zegt, bekeert u die eerste keer dat je je omkeert. Maar er is ook een doorgaande omkering. Steeds weer bij de zonde vandaan. Door de Heilige Geest. Dat vraagt de catechismus. Uit hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van een mens? Oh, dat is in dat eerste moment zo. Maar dat is ook de rest van je leven zo. Want wat zegt de catechismus? In het afsterven van de oude mens en het opstaan van de nieuwe mens. Waarom doet God dat niet in één keer? Waarom doet hij die bekering van de mens niet in één keer volledig? Oh, in Christus heb je alles. Maar waarom doet God dat zo dat je ook een dagelijkse bekering nodig hebt? Een dagelijkse verandering van je geest nodig hebt? Een dagelijkse verandering van je denken over God en over jezelf? Want heel snel, ook na ontvangen genade, vind je jezelf alweer best prima. God moet eigenlijk best blij zijn met iemand als ik, toch? Dan komt de geest en hij verandert weer je denken over God, die zo heilig is, zo rechtvaardig is en ik deug nog steeds niet. De dagelijkse bekering, afsterven van die oude mens, zo'n verdriet over de zonde, maar ook de opstanding van die nieuwe. Hartelijke vreugde in God door Christus. En die twee dingen, gemeente, die zijn niet los van Christus verkrijgbaar. Die afsterving van de oude mens is door geloof in Christus gewerkt door de geest. De opstanding van die nieuwe mens is door geloof in Christus gewerkt door de geest. In de verbinding, in het leven met hem. Steeds meer verbonden raken aan hem. Sterft die oude mens af door geloof in hem. En staat die nieuwe mens op door geloof in hem. Bekering. Oh, dat die eerste keer, die allereerste keer, die je ziel tot leven komt.
En je ogenblikkelijk anders gaat denken over God. Oh, je had slechte gedachten over God. En dat kan ook heel subtiel. En dat kan ook heel godsdienstig klinken. Die slechte gedachten over God. Hoe klinkt het godsdienstig? Ja, dominee. Ik heb echt alles aan gedaan, heel mijn leven lang. En ben nog steeds onbekeerd. Wat moet ik nu nog doen? In alle voorzichtigheid, gemeente. Zeg je, oh, dat durf je niet hardop te zeggen, maar zeg je dan eigenlijk niet. Ik ben er wel klaar voor. Maar waarom moet ik zo lang wachten? En kan het u niet geven, een prediker kan het u niet geven. Maar dan komt de geest met zijn zachte werk onder de verkondiging. En die geest komt in je hart. En die geeft een, de Heilige Geest geeft een verandering van jouw geest. Van jouw noes, metanoia. En van het een op het andere moment ben je dat idee, die gedachten, helemaal kwijt. Het is echt. Ga je nooit meer zeggen, nooit meer denken. Ik wilde wel, maar het duurde zo lang voor God wilde. Dus in één klap helemaal afgelopen. En ik kan het u niet laten zien, ik kan u niet overtuigen. Dat is echt het werk van de Heilige Geest. Maar het is zo dichtbij. Kan vandaag, kan nu zelfs. Het kan ook ergens anders vandaag. Ineens komt die geest in je leven. En die geeft je zo'n verandering van gedachten. Denk nog aan het beslagenraam. Ineens zie je. Dat is de werkelijkheid. God wilde altijd al. En ik wilde niet. Dat kun je nu niet voorstellen. Als dat raam nog beslagen is. Kan je niet voorstellen dat het ooit anders wordt. En de geest komt. Beslag weg. Bent u dat, Heere, in Christus? Bent u dat, God, in Christus? Oh, maar dan heb ik altijd u in de weg gestaan. Heb ik altijd het zelf tegengehouden. En ook daarna dagelijks. Weer omkeer, weer omkeer, weer omkeer in je gedachten. En in je willen en in je bedoelen. En dan nog kort het laatste punt. We hebben gehoord van verslagenheid, doorstoken. En Petrus die zegt, bekeer je. Hij zegt niet, overweeg het eens. Of ga nog maar eens goed nadenken over wat je hebt gedaan. Nee, keer je om. Niet meer bij God vandaan, naar God terug. Ga nou eens echt zien wie Christus is. En dat je hem nodig hebt in alles. Vergeving der zonde ontvangen ze, maar ook nog iets anders. De gave van de Heilige Geest. En die was toen bijzonder om ook de verbreiding van het evangelie te bevorderen. Maar die gave, gemeente, mogen we ook wel breder trekken. Die is er ook vandaag nog. Niet extraordinair, niet bijzonder zoals die toen kwam. Maar de gave van de Geest die alle gelovigen ontvangen. En het trof me wat ik bij Luther las. Als u dat boekje heeft, Vrees niet, geloof alleen. Als u dat heeft, dan moet u eens kijken bij de meditatie van Luther op 17 mei. Hij zegt, waarom is Christus weggegaan? Zo ver bij ons vandaan. Nee, zegt hij. Nee. Juist nu is Christus dichterbij dan hij zou kunnen zijn als hij op de aarde was gebleven. Door naar de hemel te gaan. En zijn geest hier te zenden. Zie je dat? De Heer Jezus is in de hemel. Maar hij komt op aarde met zijn geest. En kan met zijn geest dus in mensenharten wonen. En in zijn huis zijn. Over heel de wereld zendt hij zijn geest uit de hemel. En ja, komt hij zelfs in mensenharten wonen. Zo dichtbij. En Luther zegt, op deze manier kan hij met alle mensen te doen hebben. Kan hij hen alle regeren. Kan hij tot hen allemaal spreken. Kan hij hen ook allemaal horen. Juist in zijn hemelvaart is hij dichterbij dan ooit.
En ergens anders. Gelezen, zo mooi. Christus is niet meer zoals bij die discipelen naast hen, buiten hen. Maar door zijn geest woont hij in je hart. Zo dichtbij, dichterbij dan ooit. De gave van de geest. Oh, we hebben er al iets van gezegd. De gave van de geest. Christus, ja, een drie-enig God die in je hart komt wonen. En die geest komt in je hart. En die treft er zo'n smeerboel aan. Je gaat alles schoonmaken. Moet je je voorstellen, kinderen. Dat je in een heel vies huis, zo'n jaren niet schoongemaakt. Het is er een smeerboel. En jij krijgt de taak om het schoon te gaan maken. Maar je krijgt een witte overal aan. Hagelwitte overal. Nou, je moet dat huis in. Met je hagelwitte overal. Nou, je weet wel hoe dat eruit ziet na een paar minuten. Als je gaat schoonmaken in die smeerboel, al jaren niet schoon is gemaakt. Nou, een heel eenvoudig beeld. De Heilige Geest. Zo rein. Zo zuiver. En die komt in zo'n mensenhart. En die moet daar woning gaan maken. Voor een drie-enig God. Zo rein. Zo zuiver. In zo'n smeerboel. En hij doet het. Toch. En hij wijst nooit op zichzelf. Op wie wijst de Heilige Geest? Op Christus. Altijd. Steeds opnieuw. En door je bij Christus te brengen. En bij Christus te houden. Uit je rechtvaardiging te leven. In hem rechtvaardig. In hem heilig. Zie je die oude mens afsterven. O zelf. Zie je het niet, maar bij anderen zie je het gebeuren. Want bij jezelf denk je, die oude mens is nog springlevend en die nieuwe mens, ik zie er niks van. En de mensen om je heen zeggen, zie je die oude mens, die sterft af. En die nieuwe mens, ik zie hem tevoorschijn komen. Hoe komt dat? Verbinding aan Christus. Hoe kom je aan die verbinding aan Christus? Door zijn geest. Hij woont in de hemel. Door zijn geest woont hij in je hart. En hij doet dat hart uitgaan naar de hemel. Die verbinding met hem. Oh, dan krijg je zo'n hekel aan de zonde. Want je wil hem geen moment verdriet meer doen. En oh, je krijgt zo'n zin om naar al de geboden van, niet een paar, al de geboden van God te leven. Allemaal. Zo'n hartelijke vreugde in God. Oh, Heere, mijn kind nog zoveel aan mijn leven. En dan komt er zo'n uitzien. Mag ik toch bij u zijn? Hoeft het niet te lang meer te duren hier, Heere. Mag ik naar u toe? Want dan ben ik volmaakt. Werk van de geest. Die je doet uitgaan en verlangen. Waar Christus is. Naar boven waar hij is. Zegt Petrus. Tegen die mannen en vrouwen. En zegt Christus vanmorgen tegen u. Zegt hij, al zou je die twee woorden maar meenemen, de rest van de preek vergeten. Al zou je de rest vergeten, twee woorden meenemen. Bekeert u. Amen.